Deze handgranaat is bij een kringloopwinkel in Tilburg gevonden. Iemand had een berg met tweedehands spullen naar de winkel gebracht en een medewerker ontdekte hiertussen het explosief. Ik kwam de afdeling gelopen en toen zag ik een collega een handgranaat uit een doos pakken. Ja, wat gebeurt hier nou weer? Wat is dit? De winkel moest ontruimd worden terwijl de explosieve opruimingsdienst naar de bom ging kijken. Ik dacht eerst aan een oefening. Aan gewoon een oefening, een eenvoudige oefening. In het begin was het wel even schrikken, maar ja, op de duur, ja, je kan wel in paniek schieten, maar wat schiet je daarmee op? Je kan beter rustig blijven en lekker rustig naar buiten toe lopen. Wordt goed voor ons gezorgd, zoals je ziet. Net wat drinken gehaald, gekregen ook. Het scheelt dat het niet regent. Uiteindelijk bleek het om een oefengranaat te gaan waar helemaal geen explosieven in zaten. Het is niet duidelijk of de granaat met opzet naar de winkel is gebracht. Ik denk niet dat er kwade bedoeling achter zit. Ik denk dat van een verzamelaar is geweest die gewoon op zolder even opruimen. En ja, er zat er wel een handgranaat in misschien ook. In woonzorgcentrum De Welle in Os is maandagochtend brand uitgebroken op het dak. Meerdere bewoners werden geëvacueerd en de brandweer schaalde op naar middelbrand. De brandweer wist de brand snel te blussen. Het is nog onduidelijk wat er precies in brand stond of waarom de brand uitbrak. Op de A4 bij Heijeningen is een vrachtwagen van de weg geraakt en tot stilstand gekomen in de berm. De Roemeense chauffeur raakte niet gewond. Een rijstrook werd afgesloten, daardoor stond er een flinke file richting Bergen op Zoom. Bij een brand in een loods van een boerderij in Ter Heide zijn maandagochtend ongeveer 20 dieren overleden. De brand brak om 6 uur 's ochtends uit en werd uren bestreden door de brandweer, maar die kon niet voorkomen dat 20 dieren overleden als gevolg van de brand. De brand was rond 1:30 onder controle. Hoe de brand kon uitbreken is niet bekend. Op de buspassage Oost in Breda is een persoon op een fatbike aangereden door een stadsbus. Een bus reed de buspassage Oost op om naar het Centraal Station te gaan. Twee jongens op een fatbike kruisten de bus en werden aangereden. Een van de jongens is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De andere jongen kwam er met lichte verwondingen vanaf. De politie onderzoekt het ongeval. Een scooterrijder is maandagmiddag geschept door een auto. Het incident gebeurde op de Technologieweg in Oosterhout. De scooterrijder zou geen voorrang hebben gegeven aan een automobilist. Het slachtoffer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Wat zijn precieze verwondingen zijn, is niet bekend. De bestuurder en bijrijder van de auto kwamen met de schrik vrij.